Hallo en welkom terug bij deel 11. Wat zal er vandaag weer gaan gebeuren? Ik zou het niet weten. Ik heb er geen hand in. Het is het voordeel van een Sims-spel. Je kan gewoon rustig achterover de kruipen. Muisje erbij pakken en spelen. Oh, er is weer wat stuk. Was u al zover? Je bent nog met de tv bezig. Nou, bij deze er is een nieuwe klus bijgekomen. Je levelt wel sneller. Maar doen we wel even standje 3. Oh, heb je de tv al gemaakt? Ja dus. Oké, hartstikke goed. Nee, ik mag de telefoon niet aannemen, sorry. Standje 1. Was die gerepareerd? Ja, was gerepareerd. Netjes. Wat is het? Zo laat niet. Waarom ben je nou zo moe? Oh, er is van je gedronken, ja. Nou, kom op. Ga slapen dan. Tot het groen is, hoor. Niet helemaal vol is, maar dat ze wat meer energie heeft. En dat ze van dat af is. Ik denk toch dat ik die schil ga weghalen bij haar, want ze was eigenlijk bedoeld als een niet speelbare karakter van mij. Maar ik ben van haar, want ik heb het spel eerst met Barbara Mama, maar die werd daar zo irritant op de duur dat ik het zoiets had. En ik speel met haar. Zo, dat is genoeg. Hallo, wakker worden. Ja, en van jou was er ook gedronken. Inderdaad. En van jou was er ook gedronken. Ja. En Icy, die was de enige. Maar je hebt plasmafruit in je tas. Of heb je dat al gebruikt? Nee, daar is het. En ik geef het 2. Oh. Oh nee, jij moet niet werken. Nee. Er zijn 2 vormen van telefoon. Je hebt ze deze met die telefoon en met een telefoontje. En die met een telefoontje moet ik wel opnemen. Want ik heb kans dat ik nu heel wat geld heb laten liggen. Zo. Oh, wacht, ik heb je ze allemaal gegeven. Oh, nou. Dat is niet de bedoeling. 1, 2, 3, 4. Zo. Hop. Specerijen. Ja. Oh ja, een kooi maken en dan daar al dat plasmafruit in leggen en dan de deur op slot voor vampieren doen. Nee, zo gemeen zijn we niet. Leg Ado nou. You are here. Doperten. Echtjes doperten dus. Ach, ik doe stom.
Oh, nee, die heb ik hier niet. Oh god, ik ben weer de pinuit. Icy, je had ook moeten schieten. Nu is het te laat. Die puddy. Kleine dierendrol. Gatver. Leg hem de ding, jakkes. Kom je daar nou in? Hé, je bent een vieze rit, ik ben niet anders. Jak. En jij je boeken in je inventory zitten, die helemaal niet nodig zijn. Poink. Poink. Nee, dat heb je allemaal nodig. Dus ja, ballen, plas met ruit allemaal. Dat is goed. Dus laten we eens even voor de lol kijken wat iedereen in het tas heeft. Je hebt ook een boek in je tas. Die kan ook op de stapel. En jij ook. Toevallig dat er niet, geen met de niet lezende inspiratie ook boeken lezen. Er zijn er maar twee die dat hebben. Dat is Lady en... Oh, geef die maar een... Wilma. De enige die boeken leest, dat zijn Lady en Wilma. Twee boeken. Jongen. En je hebt afval in je tas zitten. Zo. En dan ben ik bij mijn eigen karakter. Zo. Hé. Heb je de inventory van mijn karakters geleegd? Ja, ga maar naar je bed. Er is met jou nou toch niks meer te bereiken. Want als je ze nou een opdracht geeft, ze weigeren. Ze weigeren, want ze zijn te moe. Te moe. Nou ja, ze is net gebeten, dus dat kan ik me ook wel voorstellen. Nou, zover niet hoor. Oh, een muis. Mijn muis. Je zou zeggen, hij werkt nog. Mijn favoriete muis, een game-muis. Er zitten gewichten in, alles. Die werkt nog. Maar die niet meer. Ik ben zo stom geweest om voor 5 karakters 99 maal spullen te kopen. Maar ik moet even zoeken, want ik heb een zakje destijds aangeschaft met die schakelen, met die drukknopjes. Dus moet ik hem even veranderen. Want dat is mijn muis, ik heb hem al, ik denk, 12 jaar. En het is gewoon een lekker dingetje. Klein, goed in de hand, reageert goed, draadloos. Terwijl dit ding nog een lasertje heeft, dat ik je nou nou deze al is. Maar ja, voor de time being. Ik heb zelfs nog van World of Warcraft een muis. Twee zelfs. Die heb ik 2011 gekocht. Ik heb ze nog nooit gebruikt, want ze zijn voor mij voor de show. Maar die zijn gigantisch. Nou, ik heb geen grote handen. Maar ik zit echt wel, ik krijg kramp in mijn vingers als ik ze moet beetpakken. Zo heb ik ook twee toetsenborden van World of Warcraft. Dezelfde, in 2011 dezelfde dag gekocht. Die zijn helaas, hebben we die het leven gelaten door mijn kat. Ik denk dat hij een vlieg achternaast zat en hij stond destijds dat mijn computer in de huiskamer staat. Ik ben op mijn werk, ik kom van mijn werk terug, zie mijn toetsenbord op de grond leggen. Er waren toetsen af en veren weg, bepaalde dingetjes die indrukt, die waren weg. En je eentje was afgebroken. Ja, ik heb ze niet weggegooid, ik hou ze wel, maar je kan ze niet meer gebruiken. Want ze reageren niet meer, dus ik denk dat het moederbord ook stuk is. En dat was een leuke, het toetsenbord kon je eruit tillen. En dan kon je de World of Warcraft toetsenbord erin leggen. En dan had je al je
toetsen met je skills zet je dan daar. Dat ben perfect die. En ja, die muizen heb ik nog, maar die zijn zo groot, maar zien er zo gewoon vet uit. Er zit rood licht in, wat alsof het ademt. Het zijn leuke muizen, maar ze zijn te groot om in je hand te hebben. Voor mij dan. Maar ik speel er niet mee, ik heb ze echt voor de show. Is mijn timer nou? Nee. Oeh, ik denk er net aan, hè. Waarschijnlijk met mijn 1 en 2 heeft mijn baas goed, denk ik erin, maar dat maakt niet uit. Dus de video begint nu. Nou ja, 2 minuutjes. Dus val mee. Val. Oh, wat hebben we een lol. We zijn kracht aan het showen. Hey, Rana Rise and Shiny. Je bent weer wakker. Je moet naar de wc. En je zit te dansen te beoefenen in de spiegel. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, meid. Oeh, nog 11 uur. Nog 9 uur. Ja, bij mij is het nog veel te lang. 20 uur. Ja, we gaan één fruitje op de schoorsteen leggen. Poink. Ziet als paars eieren zoeken. Oh, het wordt een beetje donker. Klein beetje maar. Dat betekent dus dat het mooi slecht weer is. Daar hou ik van, daar hou ik van. Het regent. In het echt. Zo, dan zal ik meteen maar even boodschappen doen dan. Een verkoudheid bestreden door thuisvoedsel. Ik heb niet eens gezien dat je ziek was. Ik ga de eigenschappen van het café even veranderen, denk ik. Want ik wil even weten welke deze heeft. Nee, de naam hoef ik niet te veranderen. Hij heeft geen... Oké, dan ga ik voor de levende een bronwater invullen. Het is een vampierenhuis, dus waar is die andere? Vampier Nexus. Ah, en geregistreerd. Oh nee, want ik krijg een plaspakket opgestuurd. Nee. Natuurlijk licht. Nee, is niet goed, gezond voor mijn vampieren. Nee, zwanger worden doen ze niet. Dus, rust en vrede. Zo. Wat een leugen. Maar dat maakt niet uit. Want als ze nou water drinken, dan drinken ze bronwater. Dan krijgen ze weer een beetje een positief... iets. Want als ik nou tegen mijn karakter zeg, ga water drinken. Dan zal je zien dat ze hier een dingetje krijgt met heerlijk bronwater, weet ik veel wat. Als ze het op hebben. Ik denk het, ja, hier. Vers bronwater. We zijn blij. Oh, heb jij telefoon? Oh nee, dat was jij. Wanneer moet jij werken? Ben je vrij vandaag? Oh nee, over 9 uurtjes. 8 uur. Okay.
Jij is nu een coma. Ja. En wat heb jij nog? 9 uur. 7 uur. En ik. 18 uur. Ja, ik heb hem goed. Hey! Hé, hey, je moet niet volgen. De vriendschappen sluiten niet snel aan. Volgens mij is het met jou... Ah nee, bij jou is het niet afgenomen. Bij jou ook helemaal niet. Waarvoor is mijn klok nou weer weg? Oh, ze is ziek. Dat betekent naar de computer. Waar heb ik dat ding neergezet? Hier. Medicijnen bestellen. Dat had meer keuze. Bestellen. Medicijnen. Oh, 50. Niet te gek. Ik moet aan mijn geld denken, ja. Zo. Oh, daar heb ik niet eens genoeg voor. Ik nog wat. Dus niet te vaak ziek worden, graag. Zo. Bestel er maar even 7. We zijn met z'n 7. Dus en papieren worden helaas ook ziek. Jij beheert het, dus dan zeg ik tegen jou. Nee. Waarom werkt mijn rechtermuisknop niet? Wat is er aan de hand? Ja, maar waarom kan ik niet drinken? Oh, dit is links. Medicijn innemen. Tja, even iedereen nachecken of iemand ziek is. Ja, helaas, honger is geen ziek. Zo. Ik denk dat ik maar wat fitnessapparaten moet gaan installeren. Hebben we dat plek voor? Boven. Want hier kunnen ze denk ik wel naartoe. Ja. Nee, dit is te klein. En dat is het jammer van zulke trappen. Ze nemen zoveel plek in bezit. Want dit alles kun je niet gebruiken. Even als dit alles. Dus je bent maar beperkt in wat je kan hebben. Fitnaat! Oh, daar heb ik natuurlijk geen geld voor. Auw, dat wordt een probleem. 160, dus hebben we er in ieder geval hier bij eentje neer. Als er iemand boos is, dat is ze kunnen. Maar ja, dat is alles wat ik kan, want ik heb geen geld meer. Ja, dat doet zeer. Hè? En ik ga mijn eigen geen geld geven. Nee. Ja, dat komt steeds te slapen. Jij gaat naar buiten het vuil weggooien. Oh, die zit vol. Oh. Oh nee, we gaan niet trappen. We kunnen niet legen. Oké.
Ah ja, je gaat trappen. Wel, ga doen, ga doen, ga doen. Ga dan trappen! Nee hoor, ze hebben geen zin in. Heb jij een saaie? Jeetje. Hierheen teleporteren, kom op, snel. Oh, we klitsen. Ik ren daar en mijn geest is hier. Oh nee. Hij is het smerig hier. Ik klits nog steeds uit. Energie schoonmaken. De vloer is... Oh, dat is die wc die in de fik heb gestaan. Ja, en zij heeft je zij heeft je leven gered. Hey, hoe vind je dat? Zij was degene die je begon te blussen voordat je ik opdracht moet geven om je eigen te blussen. Oh, we hebben al gedaan. Liggen leren kennen. Dus we hebben al gedaan. Bedankt. Zo raar die optie krijg je niet om dankjewel te zeggen. Ja. Nou, dat is weer schoon. We gaan een boek pakken. Had ik ook gedaan. Sorry dat ik moet schapen. Poef. Maar ik zeg, het was een hele korte nacht voor me. Zo, ik ging om 2 uur in bed en ik lag er pas om 4 uur alweer uit. Ik kon niet meer slapen. Niet dat ik dat erg vind voor een zaterdag, want dan heb je tenminste nog wat aan je dag. Moet een enkel met dit spel hebben. Wat zal mijn enkel zijn? Dat vind ik een goeie. Wat brengt deze serie tot een eind? Wat niet al te lang duurt. Dat alles en iedereen een vampier is. Maar dan gaat de longplay erg veel door. Dus moet je daar niet mee bemoeien. Dus nee. Ja, ik wil een sim ook niet dood laten gaan. Nee, ik ken het niet. Dat kan ik niet. Dat is ook geen optie. Ik moet er even over nadenken. Wellicht kom ik met een oplossing in het volgende deel. Er staan nog 17 minuten, maar dat kan nog wel makkelijk een week zijn. Want voor nu is dit de laatste aflevering die ik film voor deze week. Voor de zaterdag, wil ik verstaan. Dus maandag denk ik dat ik waarschijnlijk weer doorgaan, want ik heb een druk weekend. Ik heb een LAN party vanavond. Typisch 80 dingetje, maar wij houden het in ere. Naar de Achterhoek, in de varkenstal. Voormalige varkenstal, mag ik het zo zeggen. Ik zou eigenlijk gisteren gaan, maar vanwege dat het zo fit kunnen we niet met zoveel. Dat is wel jammer. Want normaal zijn we met 20 man. En nu helaas maar met 8. En ik ben de gelukkige die uitgekozen is die ook mag komen. En sorry voor de rest jongens die jullie niet kunnen. Maar als je de volgende keer nog steeds, dan roep ik ze, dan ga ik niet, dan mag ik even een andere. En dan moet het bestuur maar besluiten wie het wordt. Ik geef nu het voorkeur. Maar nu neem ik hem wel, want het is alweer een tijd geleden dat we het gedaan hebben. Er zit alweer 3 jaar tussen. Dus. Ik wil hem weer even meemaken.
Normaal deden we het jaarlijks. Maar er ging iemand trouwen, dus die kon niet meer zo vaak mee. Dus toen werd het wel minder. Gelukkig hebben we weer wat mensen erbij gekregen. We zitten nu weer aan onze tax. Want dan hebben we hebben plek voor 16 man en dan hebben we 4 reservespelers. Voor als jij even snel een dupje wil doen, dan kun je even snel een dupje voor een half uurtje doen, 3 kwartier. Dan kun je weer verder gamen. Het is leuk hoor, een landparty. Echt, het is fantastisch. Nu hoef je niet eens in een boerenschuur, je kan het ook bij iemand thuis doen. Dat deden we vroeger ook. En dan was het bij mij thuis en een paar vrienden uitnodigen. En dan zaten we gewoon een weekend nachtenlang door te halen en te gamen. Met hazenslapjes van een half uurtje. En je ziet dat wel veranderd is, want tegenwoordig heb je de vrouwen van die gabber van ons die stal heeft, die maakt haar eigen slacht. Dus ik krijg altijd heerlijk vlees tussendoor geserveerd, drinken, koffie, maaltijden. Dat is allemaal goed verzorgd. We betalen €30 per persoon. Hij wilde het niet, maar ik vind we eten van je, je verhuurt. Dus we betalen 30. En nou, normaal zeggen zijn we met 18 man, dus maar 30. Dus dan haalt de kosten er wel uit, denk ik. Iedereen heeft daar maar in toegestemd. En we hebben namelijk een leuke groep. We zitten vol. Ik denk ook wel dat we voorlopig vol blijven zitten, want het zijn ondertussen voor de rest aan het oude lullen. Ja. Nou, ik word binnenkort ook 50, dus ja. Maar ja, ik ben nog 30 van geest, dus dat komt goed uit. Dus daar kijk ik erg naar uit vanavond. Ja. Ik hoef mijn eigen computer niet eens mee te nemen, mijn laptop niet, we hebben alles daar staan. Hey, wie komt mij bezoeken? Je bent net. Je bent net, man. Ik vind het regen niet erg, maar wel op mijn wangen. Dat vind ik zo vies, vooral met, want die haren die blijven eraan hangen. Want het is mooi weer, dus die kat is in de rij. Oh, ik moet me weer scheren. Nicole heeft de volgende van Samaria kwaadaardig. Ja, van wie? Samaria? Oh, er moet er eentje werken. Wie is Samaria? Ik ken geen Samaria. Staat er buiten iemand? Nicole, waar ben je? Nee, jij bent dus mee. Daar ben je. Hij staat te douchen. Hier is Samaria. Ik heb geen karakter die Samaria heet. Lady. Nicole is mee. Wilma. Icy. Sandra is mee. En Barbara. Geen. Is er een vreemde aan de deur dan? Nee, niet lopen. Wie gek. Is mee gaat werken. Werk ze! En verdien ze! Nee. Ik weet het niet hoe we kennen naar die Sims zo snel moe zijn. Ah, ja. Ze zijn gebeten. Dat nervt energie van ze. Dat is het. En ze hebben honger. Nog 10 uur, hé. Wauw. Oh. Volgens mij ben jij net gebeten. Jij? Nee, jij bent niet gebeten, want die zijn nog oranje. Nee, die heeft nog dorst. Die heeft nog dorst. En die heeft nog dorst. Nee. Ze is niet gebeten.
Maar waarom is zij zo uitgeput dan? Ze is niet eens gebeten. En ze is zo stront eigenwijs. Ze gaat alleen maar op bed liggen. Dat is het. Nou, ik bemoei me er niet mee. Als je dood wordt, is het je eigen schuld. Dus dan de groeten. Hoe lang heb jij nog? Oh, jij moet eten. Oeh, ja, je werkt gewoon zonder eten. Ja. Ik mag niet zeggen ga eten, want ja, dat is tegen de regel. Ah. Nee, die. Is aan het kletsen terwijl ze honger heeft. Dat begrijp ik niet in die Sims. Echt. Dit zijn echt vrouwen. Ik ken niet anders. Bla 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 bla. Nee, het zijn vrouwen. Dus. Nou, niet alle vrouwen. Nee. Niet allemaal alles over één kam scheren. Maar sommigen hebben echt een cassetteband of 10 opgegeten. Want het kletter die blaad maar door. Gewoon. Vooral als het twee vrouwen samen. Ik ben geen vrouwenhater, zeer zeker niet. Er is maar weinig wat ik in het leven haat. Bizar weinig. Ja, de Belastingdienst, maar ja, daarom steun ik geen goede doelen meer, want ik steun er alleen, dus de Belastingdienst. Pudding? Oh, boah, yoghurt. Nee, daar doe je me geen dienst mee. Vies. Oh, dat krijg ik niet door mijn strot hoor. Yoghurt, melk, boter. Ja. Hé, hey, we hebben een zieke. Ja. Jij. Ik heb nog gezegd, nou niet allemaal ziek, want ik heb geen geld voor medicijnen. Eentje op de grond zetten, de rest in je tas. Ik moet wel even zeggen dat ze de medicijn inneemt. Want dat doen ze niet uit hun eigen. Even de rest checken. Oh, volgens mij heb jij gegeten, want je bent zelfverzekerd. Dat zeg ik, ze eten op hun werk. Ja. Want ze net had ze honger. Ze eten op hun werk. Daarom kan ik die vampieren niet naar hun werk sturen. Naar hun baas sturen, want ze vallen hun collega's aan. Ja, dat is niet de bedoeling, ze moeten hier aanvallen. Hé, je legt het fruit nog op de hart? Ja. Warme plasma fruit. Gekookt en wel. Even kijken, voor de rest geen zieken. Elicanto Whirly. De stemmen spreken de taal der liefde. Wat? Ik heb niemand een vluchtding gegeven? What the fuck? Nee, je hebt helemaal geen vluchtding. Hoe kun jij nou vluchten? En het is Engels. Dus het is een add-on geweest. Maar ik heb geen add-ons gebruikt. Om add-ons te staan voor meer dan staan uit. Ah, oké, okay, even kijken. Is er nog iemand ziek? Ja, honger, maar daar kan ik niks aan doen, sorry. Nou, oranje wind. Yeah! Wij worden wereldkampioen. Als we jou wakker maken. Nee, jij bent niet oranje. Spelbreker. Mensen de tv aan en niet kijken, dat gaat niet, hè.
Zo ben ik dan weer wel. Ik zal niet een spelletje op mobiel gaan spelen en de computer aanlaten in de tv. Dat vind ik gênant. Dat doe ik natuurlijk niet. Waar is iedereen? Ach, dit is weer een lekkage. Het zal niet. Bent u beschikbaar? Je legt net in bed. Nou, je gaat net naar bed. Nou, op bed. Ben je dan zo moe? Ja, dat is. Dat zeggen beter, maar dat is altijd zo snel moe, joh. Het is vervelend. Daar hoeft Barbara papa niks over te zeggen, want dat is niet geweest, is ze zo moe, dus. Nog 4 minuten! Dus dat wordt waarschijnlijk die kraan repareren, of de wc. Wc. In de volgende aflevering. Stijlvollere gerechten bereiden. Hoe hoger het niveau, des te meer recepten er ontgrendeld worden. Jawel. Ik heb er al een paar die zijn max aan het koken en het culinair koken. Die kennen echt de mooiste diners bereiden, et cetera. Gerechten bereiden, et cetera. Er is van de bubs hier beneden. Nou, twee maar. Twee in de keuken. Is 4. Is 6. Is 5. Want ik dacht dat er 2 boven waren, maar er is maar 1 boven. Ik mis er 2. Oh, 1 is op de werk, ja. Dan mis ik er nog 1. Dan loopt Sandra, dan loopt Nicole, daar staat IJsy. Daar zit Barbara, Lady. Nee, het zijn er wel 2. 1, 2, 3, 4, 5, en eentje ligt te slapen, 6, en eentje te werk, 7. En we gaan naar boven. We gaan sporten, is het waar? Gaan jullie sporten? Met 1 boksbal. ik wil weten of jullie erbij kunnen. Als het goed is, staat hij nergens in de weg. Nee, zo gaan jullie niet. Jammer. Nee, ik mag niet zeggen, ga dat doen, want dan bemoei ik me ermee. Nee, dat doen we niet. Hey, ze is weer thuis. Mooi. Oh, die promoveert, denk ik wel. Ga eten, je hebt honger. Je komt net van je werk. Ja, je houdt van buiten, hè? Ja. De laatste minuut breekt aan. Ben jij al wakker? Jazeker, je staat in de keuken. Dan moet je even naar boven. Nee, naar boven. Nee, niet zo ver naar boven. Eentje. Nog eentje naar beneden. Ga naar beneden. Yep. Hier, waar is het toilet? Is het deze? Nope. We hebben een toilet in stress.
Deze. Reparazioni, s'il vous plaît. Ja, ik weet dat je in het oude Nederland bent, dat weet ik, dat weet ik. Maar als ik daarom ga wachten, dan wacht ik wel tot eeuwigheid. En daar hebben we geen zin in. Oh, einde van de tijd. Mensen, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie in mijn volgende video. Doe rustig aan. Geniet van je weekend. En we zien elkaar weer.